Jongens, welkom weer bij Gamers at Gear, waar we iedere week de laatste tech gadget en gear bespreken. En deze week hebben we weer een tof Razer product, namelijk de Deathstalker Chroma Keyboard. Ja. En het is, en dan ga ik gelijk jou een ding geven zodat je kan praten. Ja. Het is, in tegenstelling tot heel veel gaming toetsenborden die wij bespreken, geen mechanisch toetsenbord. Dus geen cherry, ik wil rood, ik wil blauw, ik wil bruine. Nee, het is gewoon een soort laptop toetsenbord. Ja, het is letterlijk wat dezelfde technologie die ook in laptop toetsenborden zit, vaak in ieder geval. Geen rubberen dome, geen mechanische switches. Dit zijn de zogenaamde scissor switches. En dat zijn dat twee plastic dingetjes in een soort schaarvorm. Die klikken erin en dat ken je heel erg van laptop toetsenborden inderdaad. Dus als je dit ook gebruikt, je hebt heel erg snel het idee van, oh ja, dit heb ik al eens ooit in een laptop gevoeld. Zijn ze wat stiller, daarom zal die waarschijnlijk ook wel de Deathstalker heten. Omdat niemand je aanhoort komen met je toetsenbord terwijl je een artikel typt. Maar je kunt iemand met een mes en dit ding besluipen, een artikel typen en hij hoort je niet aankomen. Ja, als je geheime diensten journalist bent, is dit het toetsenbord waar je in Syrië in het geheim... Ik doe het weekblad van de CIA, schrijf ik elke week. Ja, nee, het is wel een toetsenbord voor gamers en ook weer met die toffe Razer's kenmerkende chroma verlichting. Maar echt specifiek als jij op zoek bent naar iets wat absoluut niet typt als het gemiddelde gamer toetsenbord. Maar waarom is het dan een gamer toetsenbord? Is het niet gewoon een toetsenbord voor de zelfbewuste zakenman? Dit is wel, ja, het is misschien een keer de stijlvolle zakenman die af en toe ook nog een goede kill death wil halen of zo. Ja, is wel, nou ja, waarom? Ik bedoel, het heeft geen extra functies, toetsen? Nou ja, het is natuurlijk wel, je hebt een gamer mode, je kunt macro's opnemen, je kunt die chroma shit aanpassen voor precies zoals je wil in je games. Maar verder, nee, het is niet mechanisch, niet allerlei speciale extra toetsen, nee, ook geen USB-poorten, nu ik er eigenlijk over nadenk, niks extra's. Het is heel basic. Heel basic, net als de muis die we onlangs hebben besproken. Ja, de Diamondback, die was ook eigenlijk heel basic, maar dan wel goed in wat hij doet, mits het je smaak is. Maar heeft deze ook een historie van, nee, je komt in 1998? Oh ja, dat was het eerste gamer toetsenbord met laptop switches. Is terug? Nee, dit is gewoon een nieuw idee van Razer. Van de gamer die absoluut iets anders wil, die kan hier op de keer gaan, zeg maar. Oké. Het is, ja, ik heb er net op gewerkt. Het is een prettig toetsenbord. Maar de meest distinctive feature, buiten dat het geen ding wat het laptop toets heeft, is gewoon de lampjes. Ja, dat is chroma. Dus dat is typisch. Weet je wel, die mooie wave staat er nou in op. Hoeverre kunnen we dit instellen? Kunnen we het toetsen? Dat is dus wel een ding waar ik even de chroma verlichting, daar wil ik even wel op inhaken. Want ja, dat is natuurlijk wel het meest kenmerkende onderdeel van dit toetsenbord. Sowieso, er zijn een paar dingen. Heel veel mensen hebben het over de Razer Black Widow chroma. Want dat is echt het toetsenbord, mechanisch, superluide switches. Maar die chroma verlichting gaat echt per toets. Plus die is enorm fel. Dat is echt, daar kun je mensen mee verblinden met dat toetsenbord. Dit is, hij staat nu op zijn felst. En ja, er staan ook lampen op onze knoepers natuurlijk. Maar het is wat minder felle toetsenbordverlichting. Want bijvoorbeeld, ik heb die muis er ook naast gelegd. Die muis die is serieus 10 keer feller dan dat toetsenbord is op zijn felst. Dus als je die twee met elkaar wil matchen, dan moet je die muis echt praktisch op geen verlichting zetten. Om het een beetje dezelfde lichtsterkte te maken als dit. Bovendien is het ook dat de Black Widow en heel veel andere mechanische toetsenborden voor gamers hebben die verlichting per toets dus. En dit gaat in 3 compartimenten. Dus je hebt je numpad is 1 compartiment, je richtingsaanwijzers en scroll lock, printscreen, die dingen. En het complete typgedeelte. Oh, dus het is niet eens een derde, een derde, een derde? Het zijn echt precies die compartimentjes. Dus je kunt zeggen ik wil hier een wave op, ik wil deze pulserend. En... Dat is raar, want het is wel dat hier allemaal verschillende kleuren leven. Dus ja, kan technisch wel, maar softwarematig niet. Nou, nee. Want kijk, de Black Widow Chroma heeft bij elke switch een ledje. Hier zitten meerdere ledjes verspreid onder het complete ding. Dus de wave is weliswaar heel mooi. Misschien iets minder fel dan die van de Black Widow. Maar je kunt dus niet, er is geen ripple effect. Je kunt niet iets drukken dat er zo'n bel omheen komt. Dat kan, ja, dat is super vet en dat kan de Black Widow Chroma dus heel goed. Maar dat zit hier dus niet op, want je hebt gewoon die 3 gedeeltes. Okay. Dus je kunt daarin wel, ja, dat mooie verloop kan wel. Maar je kunt niet zeggen van, nou, ik wil dat de tap die kleur is en de spatiebalk... Oh, de spatiebalk heeft trouwens helemaal geen kleur nu, ik hoop dat. Dan al helemaal niet. Maar je kunt het niet per toets instellen. En dat maakt het toch wel weer dat je denkt van, dus het is chroma, maar op 3 fronten. Dus dat precies. Oké, dat is duidelijk. Wat kost die? Het is een pak een beet. De richtprijs is 119-120 euro. Dus hij is inderdaad wel goedkoper als bijvoorbeeld dat vlaggenschip, de Black Widow Chroma. Maar het is wel iets goedkoper dus. Oké, nou duidelijk verhaal. Hij is robuust. Hij is niet zwaar.
Hij is vrij licht inderdaad, gaat makkelijk mee. En dit is vooral, ik vind het meer, ik vind het toch echt meer een type toetsenbord dan een game toetsenbord. Ja, ik heb dit ook beschreven als een toetsenbord voor de gamer die ook gewoon een fijn potje wil gamen. Want ja, dat kan er heel goed op. Maar het is ook voor de gamer die af en toe gewoon een artikel moet typen of een scriptie heeft. Of een zelfbewuste blogger. Ja. Ja, zo die ook af en toe even wil. Je gaat van een potje Star Wars Battlefront of Battlefront, ga je zo naar welke quinoa nou het beste is. Ja, dat is echt, precies. Ja, nee, maar het is echt serieus. Ik vond het een aangename verrassing om weer eens een keer te kunnen typen zonder dat ik mijn huis wakker drill met die zware mechanische toetsen. Dus dat is wel... Of dat nou echt aantrekening aan het feit dat... Ja, dan hebben we natuurlijk alle oude toetsenborden. Nee, nou ja, rubberen... Dit is wel stiller dan rubberen domes. Ja, dit zijn echt, dit is echt wel... Ik snap de Deathstalker naam, want je hoort het amper. En ja, als je die scissor switches van laptops fijn vindt, dan is dit heel fijn om het eens een keer niet in een laptop te hebben, maar gewoon op je desktopje. Leuk. Hij gaat mee in de bakfiets en ik vind het een kek ding. Dat ziet er wel slik uit. Ja, anti-slip hier zo. Wel jammer trouwens dat dit niet met een, heb je het met een matchbox, een Hot Wheels autootje getest, hoe anti-slip het is? Nee, want nu, dat is wel een beetje, het is wel, als je zegt matchbox, het ziet er een beetje uit alsof er zo'n lucifer overheen. Ja. Dat is Hot Wheels trouwens. Is dat Hot Wheels? Ja, dat is concurrent.